Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Vandaag opnieuw een nieuwe tourkaarthouder. Deze komt nu uit België. Het is Brian Raman. Hij won dag 2 van Q-School. En heeft dus de tourkaart binnen. Ja, Brian, gefeliciteerd met het winnen van je tourkaart. Dankjewel dat je hier even wilt komen. Nou, dat is geen probleem. Is goed. We gaan het even hebben natuurlijk over Q-School. Ja, je ging er naartoe om een tourkaart te pakken. Je begon wel in de first stage. Hoe was dat om dan daar te beginnen eigenlijk? Ja, ik denk eigenlijk dat de first stage mij wel geholpen heeft. Omdat natuurlijk de toernooien mogen in België en Nederland niet meer doorgaan zoals ze gewoonlijk doorgaan. Dus voor extra wedstrijdritme op te lopen was de first stage wel handig. Ja, laten we even kijken naar de first stage van jou. Eigenlijk... heb je die final stage bereikt omdat je de kwartfinale haalde op dag 2. Dag 1 verloor je eigenlijk met uitstekend spel. Net met 5-4 in de eerste ronde. Was je toen nog op de een of andere manier zenuwachtig van... welke kant gaat dit op? Of had je gewoon het vertrouwen? Ik had langs de ene kant wel vertrouwen dat ik de final stage nog ging halen. Heb ik ook op Facebook gezet. Hè, dat ik verloor met 97,5 gemiddeld, maar... Uiteindelijk, ik zei ook van als ik gewoon deze blijf volhouden, dan haal ik wel de final stage. Maar natuurlijk, je begint wel te denken van, oh, het begint te korten. Wetende dat je 3 punten eigenlijk minimaal nodig gaat hebben. En ja, als je weet dat je dan nog maar 2 dagen hebt. En je weet ook dat er heel veel goede spelers rondlopen. Dus als ik 3 keer dezelfde loting zou gehad hebben. 3 keer iemand die een superwedstrijd tegen mij speelt. Ja, dan had het heel lastig geworden. Ja. En als je dan ook kijkt dat ik dag 2 tegen Martijn Drecht gelijk moest de eerste ronde, wat ook niet de makkelijkste loting is. En dan op de derde dag moest ik gelijk tegen Frans Roijs, die een geweldige wedstrijd tegen mij speelde. Ja, het kon zomaar zijn dat ik de first stage niet eens doorkwam. Ja, dus het werd even spannend, maar je haalde het gewoon. Dus ga je die final stage in. Dag 1, opnieuw, toen speelde je na tegen die Martijn Drecht. Toen verloor je daar bij de laatste 64, ook opnieuw met een... een oké gemiddelde. En dan op dag 2, dan pak je hem gewoon. Dan haal je gewoon, dan kom je in die finale. Dan weet je eigenlijk al van, hè, ik heb de finale bereikt. Door het is, ja, als het goed is binnen. En dan moet je alsnog die finale spelen. Hoe ging jij die finale in? Ik heb eigenlijk heel de dag heel zelfzeker staan te spelen. Dus ik ging de finale ook gewoon in heel zelfzeker eigenlijk. Mm-hmm. Maar... ja, in de eerste les draaide het toch heel anders uit dan mijn gevoel was. Dus ik kom 4-0 achter tegen Jules van Dongen. Ja. Maar ik heb eigenlijk geen enkele seconde echt liggen twijfelen dat ik niet een wedstrijd er nog van kon maken. Omdat ik gewoon heel de dag wel sterk stond te spelen. Mijn timing over heel de dag was eigenlijk echt perfect. Dus ik heb eigenlijk altijd wel blijven geloven dat ik nog wel iets of wat kon betekenen in de wedstrijd. Mm-hmm. Ja, je kwam dus terug van 4-0. Je won uiteindelijk die wedstrijd dus, hè, met 6-4. Ongelooflijk knap natuurlijk. Die laatste pijl ging die dubbel in. Wat gebeurde er? Tourcard was 100% verzekerd voor jou. Ja, het was eigenlijk raar. Ik had in mijn gedachten wel dat ik zo zou juichen of zo allemaal, als ik ooit een tourcard zou halen. Maar uiteindelijk gooi ik dubbel 18 met mijn tweede pijl. En het enige wat dat door mijn hoofd was van, oké, gewoon pijltjes halen, hand geven. En pas wanneer ik eigenlijk mijn hand gaf en Jules van Dongen mij feliciteerde eigenlijk, dan pas was van, oh ja, ik heb nu echt 100% zeker een tourkaart. En dan pas begon eigenlijk het besef. Dus het heeft wel even een minuut of 2 wel geduurd voordat het besef er pas echt was. Ja, dat is wel mooi. En dan hoef je ook niet meer te spelen de volgende dagen. Dat is dan misschien wel weer lekker. Dan kom je thuis en dan staat daar je hele familie daar. Ja. Dat moet ook gewoon lekker voelen, toch? Of niet? Ja, het was wel een heel leuk gevoel. Hè. Ik kom binnen en ik word aangenaam verrast door allemaal vrienden en familie die het daar staan dan. Ja. En het was zeker niet iets wat ik verwacht had. En al zeker niet dat de Belgische televisie er nog bij was en dergelijke. Dus ik dacht gewoon even rustig thuiskomen, eindelijk bekomen van alles wat er gebeurd is. Mm-hmm. Maar dat draaide toch helemaal anders uit. Ja. En één iemand die er ook was natuurlijk Dimitri van den Berg. Je bent een beetje opgegroeid met hem binnen darten. Hij is natuurlijk al helemaal gesetteld daar in Engeland. Hij woont ook in Engeland. Denk je dat iemand als Dimitri jou heel erg kan helpen met
de volgende stappen maken in jouw carrière? Ja, zeker. Elke stap die ik nu momenteel al gezet heb, is eigenlijk ook door Dimitri, omdat we samen heel veel trainen. Mm-hmm. Hij geeft ook zijn ervaringen, deelt hij ook met mij eigenlijk. Ja. Waardoor dat ik ook wel kan leren van die situaties als ik er ooit zelf in zou komen. Dus ja, zeker. Dimitri die helpt me echt enorm veel. En ik ben er ook zeker van dat we elkaar gewoon nog naar een beter niveau kunnen tillen dan dat we nu al zitten. Mm-hmm. Hoop ik ook. Even voordat we naar de toekomst gaan, de aankomende 2 jaar. Je was natuurlijk WDF nummer 1, de lijstaanvoerder van de WDF. De tweede Belg ooit die dat lukte. Vind je het misschien stiekem toch wel jammer dat je niet op de echte Lakeside kan spelen in plaats van die O2 Arena waar je dan in 2020 stond? Ja, Lakeside is altijd iconisch geweest, hè? Dus het is sowieso wel jammer dat je niet daar je foto op de Wall of Fame gaat hebben. Ja. Maar ja, voor het intruilen voor een tourcard voor 2 jaar, dan zit ik er eigenlijk helemaal niks mee. Dat is het waard, dus ja. Dus je tourcard is toch wel het belangrijkste. Zeker. Je hebt inderdaad al een beetje mogen proeven van die Pro Tour. Wat verwacht je een beetje van de aankomende 2 jaar? De meeste zeggen natuurlijk, mijn doel is om in de top 64 te bereiken en gewoon die tourcard te behalen. Maar wat is jouw doel? Wat wil je doen in de aankomende 2 jaar? Mijn doel is eigenlijk gewoon om vooral te genieten. En proberen mijn beste spel naar boven te halen op de 2 jaar tijd. Nog altijd te verbeteren, want er zijn nog altijd heel veel punten waarin ik kan verbeteren. Maar doelen zet ik mezelf eigenlijk niet. Ik hoef ook eigenlijk naar niemand toe mij niet meer te bewijzen. Ik heb het al vaak genoeg bewezen. Ze hebben altijd, toen ik de overstap van de jeugd naar de heren moest maken, hebben ze altijd gezegd dat ik nooit goed genoeg was. Mm-hmm. Dat ik beter kon stoppen met darten. En ja, ik denk dat ik eigenlijk wel al heb bewezen dat ik toch gewoon iets en daar wel prestaties kan leveren. Dus dat toch allemaal niet voor niks is geweest. Dus ik hoef me eigenlijk helemaal niet meer te bewijzen. Dus ik ga gewoon genieten van mijn 2 jaar. Stel dat ik na 2 jaar niet in de top 64 van de wereld sta, ja, dan ga ik gewoon weer opnieuw Q-school gooien. En dan zien we vandaar wel weer opnieuw. Ja, mooie instelling. Op Q-school, Mario van de Boogaarden won een tourkaart. Nou, jij won een tourkaart. Tony Martinez, die dus wel voor Spanje gaat uitkomen, maar in België woont, won ook een tourkaart. En op de tour hebben we natuurlijk ook al 3 Belgen. Is dit jaar misschien ook wel een goed argument dat België terug is? Of in ieder geval dat België steeds beter wordt in het darten. Ja, natuurlijk. We hadden al 4 spelers op de tourkaart. Heel veel mensen vergeten Geert de Vos natuurlijk ook. Oh ja, ja. Maar die zit er ook nog bij. Dus ja, we hebben echt wel... in principe hebben we 7 spelers die woonachtig zijn in België. En 6 spelers die voor België zouden kunnen uitkomen. Maar het is ook gewoon vooral door Dimitri de World Matchplay heeft gewonnen. Dan is er ook heel veel animo van Belgische televisie geweest eigenlijk. Waardoor het darten in België echt nu wel aan het boomen is. En ja, het is echt gewoon enorm populair nu. Dus ik denk wel dat er nog meer Belgen in de toekomst gaan zijn die mee kunnen draaien met de PDC. Ja, gaat zeker mooi worden. In ieder geval veel succes de aankomende 2 jaar, Brian. Hopelijk zien we je natuurlijk terug op het PDC-WK in 1 van de 2 jaren. En dankjewel voor het interview. Ja, dankjewel. Geen probleem. Is goed. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. En hou ons kanaal in de gaten, want er komen nog meer tourkaarten aan.